Ik kan deze regen niet uitstaan. Ik ook niet. Maar ja, het wordt nu zomer. Hete temperaturen. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben weer jullie enige echte Zeep. In de vorige aflevering zijn we in Bemusia terechtgekomen, de stad waar het altijd regent. Om eigenlijk erachter te komen dat alles in ruïnes is. Hebben we een nieuw wapen gevonden voor Wilma B? Hebben we ook weer een nieuwe staf kunnen vinden voor onze Towler, de Lightning Rod. Oh, de Lightning Staff eigenlijk. Maakt niet uit hoe dat je dat noemt. Maar in ieder geval, daar kan hij toen daarmee leren. Maar hij is nog steeds bezig met Blizzard, dus die kunnen we hem op dit moment nog niet geven. Dus in deze aflevering gaan we maar richting het kasteel en kijken wat we daar kunnen vinden. En hopelijk dat we hier een... achter kunnen komen wie dat deze oorlog heeft. Dus, want Jezus, dit is verschrikkelijk. Wilma B, het spijt me. Maar zoals het er nu uitziet, ben ik bang dat de koning het niet gehaald heeft. Laat ik even praten, weet je. Ik weet niet wat ik moet vertellen. We kunnen alleen maar hopen dat de koning en de anderen ontsnapt zijn. Oké. Touder, laten we eens kijken wat daar te doen is. Zelfde Whitney, zij is weggegaan op haar eigen hart. Wilma B, waar ga jij naartoe? Er is iemand in het kasteel. Waar zit je op te wachten? Ga je naar boven? Je laat het zo makkelijk klinken. Ik denk dat ik hier ga beginnen. En dan klimmen we naar boven. Oké, kom op jongens. Oké. Oh man. Touler, je bent niet zo goed in platformen zo te zien. Nou, ik ga vast naar boven toe en probeer een manier naar boven te vinden, oké jongens? Ik zie jullie wel wanneer dat ik voedsel heb gevonden in het kasteel. Ja, zal wel goed zijn hè weer. Ik zie je daar van eigen geld. Goed. Ik weet dat er een nieuwe stem aan zit te komen, dus ik... We hebben stem een beetje aan het voorbereiden. Wie is dat? Ik wist dat zij erachter zat. Hoe bedoel je, dat wist je? Ik had besloten om terug naar Bemusia te gaan, nadat ik rumors had gehoord dat het olifantenvrouwtje haar ogen op ons koninkrijk had gezet. Dan moet dat meisje wat daarnaast staat Beatrix zijn, de generaal van Alexandria. That's Beatrix? De koudbloedige moordenaar hoe echt geen mercy kent? Ik denk het. Beatrix. Eigenlijk best wel grappig. Koning Alexandria, van Alexandria. Beatrix! Oh, wacht, nee, dat is hun stem. Beatrix? Ja, Beatrix? Ja, Beatrix. Oh, dit zijn twee andere... Het is niet handig als je me een zwart scherm geeft, dan weet ik niet wat ik moet voice-acten. Help me nou eens een beetje uit. Dus, ik heb gehoord dat ze een hele gevaarlijke vechter is in de wereld. En dat er sommigen nog sterker zijn dan ik. Beatrix of Alexandria is in deze situatie echt de beste zwaardvechter in het land. Sir Fradley, denk je nog steeds dat je verder gaat met je reis? Ja, alsjeblieft. Begrijp het, alsjeblieft, Wilma B. Ik wil de wereld zien. Ik bedoel, Bemusia heeft vrede. En andere nations zijn ook weer kracht aan het krijgen. Ik bedoel, ik weet niet of mijn speer alleen genoeg is om Bemusia te kunnen beschermen. Ik bedoel, dat is de reden waarom dat ik de wereld moet gaan exploren. Sir Fradley, ik denk niet dat ik kan leven zonder jou. Niet zonder jou. Ik kan niet alleen. Wilma B, je zult in orde zijn. Maak je daar nou geen zorgen over. Gebruik gewoon de kracht en heb geloof in je toekomst. Iets in die trend, weet ik veel. In ieder geval, ik ga gewoon op reis en ik wil de wereld zien. En als ik de wereld heb gezien, kom ik terug. Beloofd? Oké, probeer me nog... Beloof me nog één keer dat alsjeblieft dat je terugkomt. Ja, dat beloof ik. Fradley... Je bent nooit teruggekomen. Je hebt me met niks achtergelaten. Alleen maar met geruchten dat je dood bent. Ik kon het niet geloven. Ik kan het vandaag nog steeds niet geloven. Nooit. Nooit. Totdat ik echt bewijs heb gezien dat jij dood bent. Met mijn eigen ogen. En ik zal over heel de wereld reizen als het moet. Ik zal je vinden. Oké. Ben je in orde? Ja, het gaat wel. Ik was gewoon aan het denken aan het verleden. Ik weet niet waarom dat je denk je de stem van Meta hebt gekregen, maar je moet weer terug een beetje naar de stem van Wilma B, oké? Dus, maar je kunt nog steeds niet over hem heen komen, of wel? Wie is dat?
Ik zei, ze regen zo relax. Het voelt alsof dat die regendruppeltjes gewoon laten merken dat we gewonnen hebben. Dit is een geweldige overwinning voor ons. Kun jij, jouw black mages hebben dit zo makkelijk gemaakt. Het enige probleem wat ik heb is de koning vinden van Bermusia. We moeten hem uitschakelen. Nu, en voor altijd. Want anders komen die ratten toch wel weer terug. Daar heb ik een hekel aan. Beatrix, wat duurde zo lang? Ik weet het niet, uw majesteit. Ik heb Zorin en Thorn dingen laten onderzoeken. Maar we hebben nog geen woord gekregen. Ik zal hem zoeken en de zoektocht gelijk overnemen. Je verspeelt je tijd. Wat? Serieus? Ratten zoeken naar een nieuw plekje op het moment dat ze een aardbeving voelen. Ze zijn waarschijnlijk naar het zanderige treehouse gegaan. Dus, zie je, het is te laat. De koning is al weggegaan en heeft gevlucht. Sandy Treehouse. Oh, alsjeblieft, even dan maar toch niet dat je over Clara begint. Het is behoorlijk moeilijk om Clara binnen te komen. Clara? Als we door die zandstorm heen kunnen komen, dan is het... Ja, als we daar niet doorheen kunnen komen, dan is het nog moeilijk om hun aan te vallen. Vervelende kleine ratten. Goedja, wat doe je? Wat denk je? Probeer weer bijna Engels te praten, maar dat mag niet in deze Let's Play. Zo trek ik daar niet aan boeien, maar dat maakt niet uit. Maar serieus, met jouw krachten moet er nog iets zijn wat we kunnen doen. Natuurlijk, majesteit. Ik bedoel, ik heb nog wel een cadeautje om eventjes mijn kracht te laten zien. Ik weet zeker dat je het leuk zal vinden. Ik had gehoopt dat jij de... Ik had een vraag of je misschien je troeps bij Clara neer zou kunnen zetten. Ik weet zeker dat deze vuile ratten het proberen zich jullie tegen te houden in hun vervelende krachten en al dat. Boeit me eigenlijk heel erg weinig. Maar mijn black mages zullen misschien ook nog niet genoeg zijn. Maar ik heb een ace in the hole. Het ziet ernaar uit dat we problemen hebben. Die rare man. Die rare man. Wie is hij? Geen idee, ik heb hem nog nooit gezien. Ik bedoel, nou ja. Het lijkt erop dat ze naar Clara gaan. En ik heb me eigenlijk altijd afgevraagd waarom dat ze het de City van Illusie noemen. Dus ik weet het eigenlijk ook niet. Clara is geïsoleerd voor meer dan 100 jaar. Als mijn mensen daar naartoe zijn gevlucht, dan zullen ze veilig zijn. In ieder geval voor een tijdje. Hoe ziet de plaats eruit? De mensen van Clara zijn eigenlijk van Bermusia, maar lang geleden hebben ze dus was er een conflict tussen hun. En nu zijn de kingdoms het piezen. En de Clara die zit dus verscholen in een grote zandstorm. Niet te vergeten, die hebben we al gezien, kijkertjes. Hé, er komt iemand aan. Wat is hij thinking? Oh, wat een idioot! En Wilma B, je mag niet Engels praten. Denk lekker toch, na 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 na. Bermusia zal nooit... falen. Jullie zullen doodgaan! Dus jij wil mij bevechten, Beatrix of Alexandria? Beatrix? Ik moet zeggen, je bent behoorlijk moeg. Maar ik zal je geen medelijden tonen, ik maak je helemaal kapot. Stoppen! Ik serieus, je moet eerst langs ons komen. Wij zorgen hier wel voor. Zoek de koning. En bescherm met je leven. Dankjewel, Wilma B. Ik had nooit gedacht dat ik zo beledigd zou worden in mijn leven. Ik heb ooit een keer 100 mensen verslagen. Alleen met mijn één hand. Serieus, jullie zijn niks. Dan insect. En hoe komen de Towler en Erwin hier in één keer? Maakt niet uit. Deze battle is vervelend en gevaarlijk. Wij moeten vechten tegen Beatrix. Een unbeatable character. En nou zul je denken, hoezo unbeatable? Komen jullie wel achter? Wat we hier willen doen is, we willen zoveel mogelijk... Kan ik eigenlijk Blue Magic gebruiken? Ik wil eigenlijk Vanish. Zij zelf verschillende aanvallen doen, zeg maar, wat behoorlijk vervelend is voor onze HP. Sommige aanvallen kunnen zomaar in één keer, zeg maar, heel je karakter in één keer uitschakelen. Dus daar wil je zeker voor uitkijken.
Dus, oké, okay, we hebben de cursus, we hebben alles nou gedaan, we nemen de eerste schade al naar. We hebben een Phoenix en volgens mij heeft ze niet veel boeiende dingen. Maar het maakt niet uit, zeg maar, hoeveel schade dat je haar doet. Het gaat erom om te overleven. Daar komt het eigenlijk praktisch op neer. Nou, de Towler die dodge dat als een pro. Daar is hij heel erg goed in. Behalve in Mario Kart, dan raakt hij de ene, dan wordt hij geraakt door de ene redje naar de andere. Maar dat is bijzaak. Maar dit is een endurance round. Je moet dus zeg maar een bepaalde tijd moet je dit zien te overleven. En als je die tijd zeg maar het overleeft, dan zit je eigenlijk goed. Totdat het gevecht over is. Maar dat zullen jullie wel zien. Dus ja, zoals je ziet, Blizzara doet een enorme schade. Dus ik ben enorm blij dat de Towler Blizzara al ondertussen heeft geleerd. Poink. Oh, ik heb per ongeluk attack gedaan. Ah, maakt niet uit. Oké, okay, nog een keer Blizzara. Kun je nog één keer doen. En oeh, dat is die aanval waar ik een enkel aan heb. Ouchies. Dat zijn echt van die aanvallen one-hit KO's. Er is geen manier mogelijk om dat tegen te gaan, dus. Gelijk een Phoenix Down opgooien. Soms wou ik echt dat ik Zelda's Healing Magie hier had. Oké, okay, we hebben niks kunnen stelen. Dat is jammer. Oké, okay, het is afgelopen. Je bent geen partij voor mij. Waarom heb je in één keer wel met B-stem? Maar goed, ze zal dus een aanval doen tot iedereen maar 1 HP heeft. En dan is het gesprek... Ja, dan is het gesprek. Dan is het gevecht afgelopen. Daar komt het praktisch op neer. Hoe belachelijk zwak. Is er dan niemand die het waard is om tegen mij te vechten? Kom, Beatrix. We moeten ons voorbereiden op de aanval van Clara. Ja, uw hoogheid. Nou, wat hebben we hier? Nog een vieze rat en... Die jongen kan een probleem worden. Wie ben jij om mij een probleem te noemen? Serieus, begin jij ook al... Heb jij met Leroy gesproken? Oh, de Towler ligt er ook uitgeput bij. En ik lig er uitgeput bij. En wel mijn Wii ligt er uitgeput bij. We krijgen geen HD-scène van de Wii. Wat dan... Creepy. Wat ben jij? Oké, hij heeft zijn eigen persoonlijke draak. Wil je je spel opslaan? Nou, dat is in één keer random. Ik bedoel, we hebben geen Moogle gezien. Maar goed, laten we het spel voor de zekerheid maar op gaan slaan. Omdat het spel vraagt dat wij je moeten opslaan. Omdat... Nee, niet op de... Ik serieus, het gaat toch automatisch naar... Slot 2, daar word je echt niet vrolijk van. Oké, okay, nou we hebben het spel opgeslagen. Nee, ik wil het spel niet nog een keer opslaan. Change to disc 2. Ik ben terug in een seconde. There we go. Disc 2 zit erin. Er is nogal veel problemen de laatste tijd. Oh, bedoel je dat bij Bermusia? Ja, ik heb gehoord dat we aangevallen zijn door een leger van soldaten met pointy hats. Je weet wel, met die punthoedjes. Als dat hier gebeurt, serieus, ik zal vochten aan de voorkant. Ik bedoel, ik word gek van deze stinkplaats. Nou, serieus, ik hou niet van oorlogen. Ik bedoel, serieus, waarom zou je een oorlog starten? Ze slaan ergens op. Ik bedoel, die gast die hier langskwam met die grote zak, dacht je dat hij verdacht was? Nee, denk niet. Maar waren jij niet degene die dacht dat hij verdacht was? Je kent me. Ik denk altijd op die manier. Ik bedoel, serieus. Mensen die, die augurken eten, dat zijn lieve mensen. Maar ik haat hem. Ik bedoel, serieus. Het zijn de enigste augurken die ik niet op kan. Je bent echt raar. Weet je dat? Je bent raar. Gewoon raar. Ik bedoel, raar. Ja, ik weet het. Waarom denk je dat ik hier geëindigd ben? Serieus. Misschien moet ik iets worden met je baas. Nou, ik zit eraan te denken om op vakantie te gaan.
De conducteur heeft gezegd dat we zo bij de Summit Station zullen aankomen. Mevrouw Zelda. Oh, ze slaapt. De prinses gelooft wat ze hoorde over Queen Brain, olifantvrouw. Queen Brain zal nooit een oorlog starten. Ik bedoel, het is allemaal misverstand. Ze zal zien wanneer dat ze met koningin praat. Ik bedoel, ik moet mijn eigen niet daar druk over maken. Ik bedoel, mijn missie is om de prinses te beschermen. De rollenpraatjes weer over mij te vertellen. Summit Station! We zijn bij de Summit Station, hallo! We zijn bij... Hallo, vier mensen in de trein. Summit Station, we hebben geen intercom, maar wel vliegende schepen. Maar we hebben geen intercom. Ik denk ik zeg het even. Ik bedoel, serieus, welk tijdperk zitten we hier? Oh, enorm bedankt! Oké, dus laat eruit van jou. Ik bedoel, je moet eventjes wachten tot de car naar Alexandria aankomt, dus... even kijken, het zal komen wanneer dat deze naar het station gaat, dus het zal ongeveer net zo lang duren als dat je in de car hebt gezeten. Dus wacht even bij de restarea en dan zal je wel goed zitten. Wat is er mis, Leroy G? Prinses! Hé, hey, wat heb ik nou gezegd over? Het is Alexandria, we zijn eindelijk thuis. Echt waar? Oh. Weet je, wij worden ondertussen een partijtje afgeslacht en jullie zitten daar van... Oh, ik ga naar huis toe! We zijn thuis! Maar ik kan nog steeds het kasteel niet zien. Prinses, Alexandria mag misschien alleen een kasteel zijn voor jou, maar... Hé, hey, maak je nou belachelijk omdat je denkt dat ik van koninklijk bloed ben? Nee, natuurlijk niet, maar... Het is wel in orde. Laten we gaan. Ik vraag me af hoe het met ze... Dat is de reden waarom dat ik niet heb gezegd van... Oh, ik vraag me af hoe het met Zelda gaat. Want zij boeit niet hoe dat het met ons gaat. Dus waar je daar snack is, zou ik er iets om geven hoe het met haar gaat. Dus, dus we moeten hier nog heel eventjes wachten. Nou ja, eigenlijk moeten we met een paar mensen praten om de cutscene zeg maar een beetje te triggeren. Dus, dit zal wel de rustarena zijn. De wachtkamer. Weet ik veel. Ik kon niet op mijn woorden komen. Dit is live, verdorie. Ja. Laten we wachten en informatie krijgen ondertussen dat we wachten op de car van Alexandria. Misschien kan ik hier een koffie krijgen. Ik weet niet, ik heb zin in koffie. Ja, oké, die komt zo meteen. Mooi geluid. Wat was dat? Ja, de trein naar Limblum die gaat nou net weg, dus Ik heb mijn rit gemist! Die stem klinkt bekend. Mij eigenlijk niet, omdat ik heb geen flauw idee welke stem dat ik eigenlijk voor hem heb gebruikt. Dat is... Ik heb een redje met. Wat moet ik doen? Hoe moet ik nou ooit terugkomen? En jij bent degene die als eerste de zin wou zin daarbij zou eten en serieus nog cake wou gaan eten en alles. Ja, maar nu kom ik te laat om terug te keren naar Limblum. Er is niks wat we kunnen doen. Ik zal de basis niet vertellen. Dankjewel, buddy. Laten we nog een cake eten. Jeez! Hoeveel cake kan hij wel neerzetten? Dan zeg ik een vette huis. Zeg, papa. Oké, het eerste wat ik wil doen is kistje. Dus, Leroy! Schabuiten! Huh? Zijn jullie hier om de prinses nog een keer te ontvoeren? Wie is de IJzeren Man? De Tinnen Man? Wat? Hoe durf je? Hij is die kapitein van Knights of Pluto. Oh ja, jij bent een slecht acteur, man. Heb jij geen respect, jongetje? Ik zal je eens eventjes leren. Oké, nou eindelijk de kistje openen. Het zou ook heel plain zijn. Ja, gratis Phoenix Down. Daar ben ik eigenlijk altijd heel erg blij om. Als we gratis Phoenix Downs kunnen vinden, dan ben ik een blij konijntje. Dus... Nasna, hebben wij een brief voor je? Ja, we hebben een brief voor je. Oké, van Grimmo. Eens even kijken. Ik voel me bedroefd wanneer dat ik een... ben je ooit verliefd geworden? Ik ben nog nooit verliefd geraakt, Cupo. Als ik iemand een lieve... Oké, is bullshit. Maakt niet uit. Dus, Ik ga nooit verliefd worden. Het is gewoon niet waard. Wat weet jij daar nou van? Je bent raar. Oké, nou we hebben dus zeg maar Leroy en Zelda. Dus dan ga ik al even kijken of wij even nieuwe dingen kunnen leren met hun. Jij bent daar al Antibody aan het leren. Die is al Shell aan het leren. En heb ik hier niets? Nee, oké. Okay. Hoe gaat het met jou? Je bent nog steeds daarmee bezig. En... Hé, hey, jij kan ook HP 10%. Nice!
Dus die wil ik gelijk eigenlijk equippen. Dus dan mag koffer die mag van mij uit. En HP mag aan. Oké, staat hier nog ergens een kistje? Oh, wat is dit? Een world map. Daar zitten we op. Nee, ik wil niet nog een keer naar die map kijken. Maar ja, dat is altijd leuk om nog een map te zien. Nog meer kistjes? Nee? Oké, nou. Laten we eens even kijken wat hier nog gaande is. Prinses, je zal je adem niet moeten verspillen aan deze criminelen. Dus, hoe gaat het mee? Jij moet Sina zijn. Wat doen jullie hier? Hey, kijk nou toch eens. Het is de prinses. Prinses, maar wat doe jij hier? Wanneer wij ontsnapt waren uit, Evil Forest. Prinses, alsjeblieft, praat niet verder met deze schavuiten. Prinses! Leroychi, dat is genoeg. Wat? Kan ik nog niet eens met mijn vrienden praten? Vrienden? Maar hun zijn maar een... Albert Leroychi! Mevrouw... Hij is even op zijn nummer gezet. Dat is nogal verschut. De car of de trein naar Alexandria is aangekomen. Hé, het is hier. Sorry, dat was Leroy's stem. Zoveel stemmen, jongens! Ah, ik ben gek! Maar jij gaat naar Limblum. Ja, dat weet ik, maar jij gaat naar Alexandria. Oh, laat me zitten. Dus, ik ga naar Treno. Oké, ik zie je dan wel even, ik zwaai wel uit. Marcus gaat ook naar Treno? Laten we gaan, Leroy. Leroy, ben je boos op me? Nee, mevrouw, nee, absoluut niet. Ik kom eraan. Jackson. Maar dat doen we natuurlijk allemaal in de volgende aflevering. Dus heb je een leukste momentje, laat natuurlijk weten in de reacties. Heb je nog vragen, laat weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter als je daar natuurlijk tijd voor hebt. En aangezien dat we nou dus officieel in Disc 2 zitten, kan ik jullie vertellen dat het nou dus afgelopen is met enorm veel verhaaltjes. Nou ja, verhaaltjes zullen er nog steeds in zitten, dat wel. Maar ik bedoel, het battlen wordt nou een stuk intiemer als zeg maar wat we in Disc 1 hebben gehad. Dus morgen gaan we verder in Disc 2 en zullen we weer een bosbattle zien, dus dat wordt al sowieso spannend. Dus ik hoop jullie dan te zien. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei!